Hallo mensen, hier ben ik weer. Wat is me nou opgevallen? Marisse uit Oud-Beierland, die is verhuisd. En nu zou je zeggen, daar is niks mis mee. Iedereen verhuist wel eens een keer, bravo. Maar Marisse, die is niet verhuisd van Oud-Beierland naar Tilburg of zo. Nee, ze is verhuisd van Oud-Beierland naar Gambia. Ze is grenzeloos verliefd op wie? Op Sidi. Sidi is een meneer uit Gambia die heeft iets gedaan met Marisse, dat ze zo verliefd is. Ja. Dan maar, je niets anders kon doen dan, dan verhuizen naar Gambia. Dan zou je toch denken, potverdomme zeg. Dat is echte liefde. En dat dacht ik ook. Mijn hart smolt. Ik dacht, ah. Oh. Totdat ik Sidi zag. Godzak, we zeggen, lelijk Sidi zeg. Jezus Christus. Je lelijk en lelijk. En daarboven heb nog een trap. Godverdomme, zegt jij lelijk. Dan denk je toch van, oké, okay, oké. Okay. Maar dan heeft hij iets anders. heeft een hoop geld. Dat zou je zeggen. hè, Maar Sidi... Heeft helemaal niks. Wat bezielt Marisse dan om die kant op te gaan? He? Het is niet het geld. Het is niet voor de luxe. Dus het moet één ding zijn. Dan vraag je toch af wat voor gouden gehaktstaaf Sidi heeft. En dan zou je toch zeggen: je gaat naar Gambia toe en dan heb je hem helemaal voor jezelf. Toch, Marisse? Maar dat was ook niet het geval. Kwam mevrouw daar aan, toen zag ze een donker vrouwtje staan. Dat was de vrouw van Sidi. En die dame, daar heeft hij vier kinderen mee. Dan zou je toch zeggen, rechts omgekeerd, I'm going back to Holland CD, because I don't take this. Mm -mm -mm. Maar nee hoor, Marissa zei van, nou, hier kan ik wel mee leven. Nou, nou, nou breekt mijn Brabantse klomp. Die klomp die brak in zes stukken toen ik hoorde dat Marissa daar zei. Conclusie van dit verhaal, wauw, 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 wow. Dan neem ik mijn petje vooraf en trek mijn Brabantse klomp vooruit. Chapeau, chapeau.